La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Ahmadiyyat zindabad, By the grace of Allah, after 2 years, the Ahmadiyya Muslim Community Netherlands were able to hold New Year receptions where local non-Ahmadi guests were invited for dinner. These events are traditionally held all over the Netherlands, and this year it was even more special due to many guests participating were from many different backgrounds and professions, alhamdulillah. Attending the event in Nunspeet was the current mayor and two former mayors. They shared their warm feelings about the community with all attendees. Die zou ik als volgt willen proberen te formuleren. De opdracht is om dit jaar dus echt waar te maken datgene wat de doelstellingen zijn van de Ahmadiyya-beweging. Als wij dat met elkaar, ieder vanuit zijn eigen achtergrond, geloofsovertuiging of hoe dan ook, daar aan werken, dan ben ik ervan overtuigd dat Nunspeet, laten we daar maar beginnen, een stukje beter, vriendelijker en aardiger met elkaar is. Dat is eigenlijk mijn wens die ik u mee wil geven bij deze bijeenkomst, bij deze nieuwjaarsreceptie. Dank u wel. Very grateful for the invitation. I was very enthusiastic about how many people of the Nunspeet community were attending here, with a big diversity from all kinds of backgrounds and churches. And it's very important to be connected to each other. So I really like your statement of freedom, of loyalty, and it's very important to be connected as a local community to each other. So I think it's good that you arrange these kind of meetings. And I was also very grateful for the things you do on the 1st of January, helping to clean up all the garbage with the fireworks. So very, very good how you do your voluntary work in the Nunspeet community as well. I've been talking to many people, and what really struck me was the positivity and the message of making a better world, a better Nunspeet in this case. I really loved it. Ik vind dat de tolerantie zoals we die hier aantreffen al echt een voorbeeld is hoe we in de gemeente Almere met elkaar om moeten gaan. Dus dat dragen we zeker ook uit, gezamenlijk uit. We were also blessed with a wonderful gift from Allah the Almighty, where a woman done bad entered the fold of Islam Ahmadiyyat, alhamdulillah. Ik vond het verrassend, met name omdat ik zag dat er heel veel niet-Ahmadis in de zaal zaten. En dat vond ik eigenlijk heel mooi, omdat het met name ook hier in Almere eigenlijk de uitnodiging is voor iedereen. En dat er dus zoveel aandacht voor was. En dat eigenlijk als het in zo'n openheid is, of nu ook hier in deze ruimte met gezellig eten en iedereen heel warmhartig is, dat dat eigenlijk heel uitnodigend is voor de mensen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat het niet zo'n gesloten situatie is, maar dat er ruimte is voor communicatie en dialoog. Ik was wel van plan om het te doen, niet specifiek vandaag, maar ik zag de imam en toen dacht ik, nou, ik spreek hem even aan. Want ik dacht, nou, ik ga even vragen van hoe gaat dat in zijn werk. En in mijn hart heb ik al geruime tijd ja gezegd. En dat ik in mezelf ook een beetje voelde van, als ik het nu niet doe, wanneer ga ik het dan wel doen? Want eigenlijk, ja, het is eigenlijk onlogisch dat ik het nu doe. Dus ja, het is een beetje gek, een beetje onwezenlijk, maar wel, het voelt goed. Muhammadur Rasulullah.